Ik wil even heel kort slotwoordje. Ik wil maar beginnen te zeggen dat ik het gewoon hartstikke leuk vond om hier vanochtend te zijn. De inhoud, dat blijft toch eigenlijk het leukste. Dat doe ik niet zo heel veel meer de laatste tijd. Maar ik merk wel, ja, als je over de inhoud praat, je ziet zoveel enthousiaste mensen. Dan denk je van, het is toch wel prachtig dit werkveld. Misschien wel een punt van even getriggerd. De laatste tijd ben ik meer bezig met reorganisaties en dat soort zaken. Nou, heel druk bezig om een nieuwe dienst van Rijkswaterstaat op te richten. Als werktitel heet die nu de Kennis- en Kwaliteitsdienst. En wij zitten heel echt op zoek van, joh, wat is nou het profiel van zo'n dienst? Daar hadden we het gisteren ook weer over. En dan denk ik, wat ik vandaag dan hoor, dan maak ik het voor Jason ook simpel. Kijk, we zoeken een soort nieuwe slogan. En ik denk, behalve de kwaliteits- en kennisdienst maakt het u makkelijker, denk ik, van er zijn een paar woorden die echt spelen. En dat zijn de woorden uniform. Hè, uniform. Want als je dingen goed met elkaar afspreekt, je doet dat zakelijk, dan ben je ook een stuk efficiënter en effectiever in je werk. Alert. Nou, het tweede woord, en dat zie je zeker niet alleen de Rijkswaterstaat, maar ook de waterschappen, echt bij crisissituaties, dan doet het ertoe en moet je ervoor gesteld staan en moet je alert zijn. En het laatste woord, en dat is jammer dat het niet helemaal Engels is, together of samen, zo je hebt, third woord is samen. En dat is denk ik ook wat deze dag ook uitstraalt, als je gewoon samen ervoor gaat. En dat betekent niet alleen samen voor een goed instrumentarium en goede data die ook uniform en betrouwbaar zijn, maar ook samen in de zin dat je elkaar opzoekt en dat je hulp vraagt. Vond ik vanochtend ook wel mooi. Het is geen schande om hulp te vragen. En het is ook wel goed dat je op zakelijke basis dan weer afspraken maakt. Je zegt van, joh, ik kan het wel, ik kan het niet en we maken afspraken. Maar als de bereidheid er is om dingen samen op te pakken en je doet dat een beetje op een uniforme manier en je wees alert in situaties dat het toe doet, dan kom je er wel. Dus wat dat betreft heb ik weer een hoop geleerd en kan ik zelf dit ook weer gebruiken in mijn andere trajecten. Dus dank daarvoor. En ik wil afsluiten even, de sprekers, Henk, Jason, even nog. En ik zou wat uitreiken.